Nou, hier naar bakboord ga je naar Antwerpen. Grote koelkast, vriezer. Ja, je moet toch voor de 2 weken eten meenemen. En een kookeiland. En natuurlijk een televisie, maar die gebruiken ze bijna nooit. Nou, we liggen vast. Jochies liggen ook vast. Ik kreeg net commentaar in de kramersluis dat mijn schroef er nog op stond. Van een zeiljachtje achter ons. Nou, hier zijn we bij de ton. Schijnstom. Nou, onze collega moet aan boord komen. Die komt vanaf Schiphol. Ja, hij duurt 44 minuten. Wat leuk. Komen we zelfs hier fans tegen. Nou, ik zou zeggen, goede reis. Doeg. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and then take another. Nou, hier naar bakboord ga je naar Antwerpen. De Rijnschelde verbinding en wij gaan stuurboord uit naar de Krammer. De Krammer, Johan is een beetje harder gaan draaien, we lopen naar 18. Dan gaan we al die schepen nog even voorbij. Oh, niet alles. Niet alles, maar in ieder geval 2. Ja. En dan. Die schutting maar hebben, hè? Gaan we het zien. Nou, ik zal nog even binnen in de woning. Een rondje lopen voor degene die de Gibraltar nog nooit gezien hebben. We hebben hier krantenknipsels van de werf. Dit is de kapiteins woonkamer. Hier liggen mijn dronespullen en opladers. We hebben hier airconditioning. Er zit ook televisie. En dan gaan we hier naar de slaapkamer van Johan. Hij heeft niet zijn bed opgemaakt. Maar goed. 2-persoonsbed. En hier. Oh, ik heb ook mijn bed niet opgemaakt. Hier hangt onze trouwfoto. Nou, het is misschien wel lekker op naar de Krammer. Dus ik ga nog even verder lopen. Dan hebben we hier de badkamer met douche. Oh, daar heb je hem ook. Wc. En een combi wasmachine droger. En dan loop je zo de woonkamer in. En dan. Hier de keuken, chillhoek voor de jongens. Nou, hier gaan we net een schip voorbij. Daarom ging Johan al een beetje gas geven. Hopen dat we die voor staan bij de sluis. Nou, hier ook weer een airconditioning. Hier hangt de oude Gibraltar. Nou, de jongens hebben een grote koelkast, vriezer. Ja, je moet toch voor de 2 weken eten meenemen. Dus hij zit helemaal vol met groenten en troep en brood en eten. Nou, hier hebben we een ijsmachine. Koffieautomaat. Hierachter zit de vaatwasser. Dan hebben we een combi-magnetron en een kookeiland. En natuurlijk een televisie, maar die gebruiken ze bijna nooit. Dus dat is even de woning. En dan hebben we hier bij de jongens hebben we ook een badkamer. Ook weer met een combi wasmachine droger. En een toilet. En dan hebben we hier een hut.
En dan hier hebben we nog een hut. En hier hebben we een rommelhok. Maar dat is ook een slaapkamer. De jongens gebruiken het een beetje als opslag. En hier heb je ook weer zicht op het achterdek. Dus dat is een beetje onze leefruimte. Mensen denken dat wij nog in hangmatten slapen, maar ja, het is eigenlijk meer als thuis. Hier hebben we nog een aparte wc. Voor de mensen die aan dek werken, hoeven ze niet helemaal naar binnen. Nou, hier hangt een veiligheidsplan. Hier zijn alle brandblussers, alles wat aan veiligheid op het schip zit. Dit is ook het veiligheidsplan. Hier een alinea wat het allemaal is. En hier de plaats waar het allemaal staat. Ja, dat is een beetje onze woning. Dus heel zielig. Nou, we zijn bij de Gramme Sluis. Jawel. We gaan dadelijk hier de Bakwoord Sluis in. I'm so far away from home. In this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me how can I forget. If I could travel back in time. Lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile. But I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't. Nou, Rusland gaan vastmaken. Nog een meter of vijf vooruit. Even kijken of we nog vooruit kunnen. Nou, even kijken voorop. Nou, het is ver genoeg. Wachten, kijken. Nou, hier ook even vastmaken. We leggen wat jachtjes in de sluis. Dan moet de schroef eraf. Even kijken. Nou. Drie jachtjes erbij. Nou, we liggen vast. Jachtjes liggen ook vast. Op naar de Oosterschelde. Nou, de deur is dicht.
we zijn de sluis weer uit. En dan komen we op de Oosterschelde. Achterbuurman die heeft de gang erin. Even zwaaien. Nou, we zijn de sluis uit, Johan. Ja. We gaan richting Wemeldingen en dan Hans Weert. Ja. We krijgen daar aan stuurboord krijgen we bruinissen. Bruinissen. Je hebt wel lekker mosselen eten daar. Ja, ik hou van mosselen. Ja. Nee, echte mosselen. Oh, echte mosselen. Ja, echte mosselen. Op naar Oosterschelde. Ja, dat gaan we doen. Ja. Die kant op. Ja, die kant op. We zitten eigenlijk al op Oosterschelde. Ja, ja. Dat zei ik net al. Ik kreeg net commentaar in de Krammersluis dat mijn schroeven nog op stond van een zeiljachtje achter ons. Maar als ik nog niet vast lig, dan kan ik mijn schroeven niet afdoen. Dus eigenlijk ja, toch het advies voor jullie pleziervaart. Wacht eerst totdat het schip vast ligt en dan gaat de schroef eraf. Oh. Zo werkt dat. Ja, mooie microfoon heb jij trouwens. Ja, oh shit. Ik ben er zo aan gewend, microfoons. Het is gewoon een banaan. Dan ga ik het maar opeten. Nou ja. We gaan weer lekker. Wat voor merk is het? Het is Chiquita, denk ik. Chiquita? Ja, mag geen reclame maken. Dus Chi-piep. Chi-piep. Piep. Nee. Nou, we zijn Brunissen voorbij. Brunissen voorbij, ja. Dan gaan we straks de witte tonnen vliegen. Oh, dat wacht wat uit, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, Johan heeft de gordijntjes weer open gedaan, want de zonnetje weer weg. Ja, en dan heb je het gevoel dat je in het donker zit te varen. Ja. Dat doen we nu al genoeg. Volgens de buurman in de sluis net zei hij dat het nogal slecht weer aankwam vandaag. Oh. Dus we zijn benieuwd. Frikadella speciaal. Oh, lekker. Oh, lekker. Lekker, lekker, lekker. Dankjewel. Oh, dat ziet er goed uit. Nou, ik eet die dingen misschien maar één keer per jaar of zo. Ja, 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 ja. Lekker man. Dat is een long time ago heet de frikadel. Jouw, jouw achternaam is bijna jouw frikadel. I never eat so much. Thank you very much. Nou. They look delicious. Wait, I'm gonna taste. I never eat so good in my life. Je hebt nog nooit zo lekker frikadellen gehad? Nee. Nee. Rusland frikadellen is het beste. Volgens mij zit je hele vriezer vol met frikadellen. Nee hoor. Nee. Ja, Rusland is niet. Kaas en vlees. Nou, we schieten lekker op hè Johan. Ja. Ik denk nog een uurtje, dan gaan we bakboord uit en dan gaan we... Ja, dan zijn we met een half uur op bij die tonnenvlaai. Bij die tonnenvlaai. Ja. Mooi. Nou, we gaan zo bochtje op. En dan komen we straks bij Wemeldingers. Wemeldingers. En dan varen we het kanaal door. En dan gaan we naar Hans Weert. Staan je handen verkeerd? Nee, mijn handen staan niet verkeerd, Johan. Mijn handen staan recht. Oh. Staan je handen verkeerd? Mijn handen verkeerd? Zitten op mijn piloot. Kom. Dus alles komt goed, Johan. Wel, maar ja. Het begint wel lekker te waaien, dan krijg je een beetje kop op het water. Ja. Maar goed, wij varen tot windkracht 11, Johan. Ja? Altijd. Vorig jaar had jij windkracht 11, hè? Ja, toen was er een vaart van Moerdijk naar... Oh shit, dat was niet normaal. Ja, zo. Dat was niet normaal, nee. Ik kreeg hem bijna niet weg. Ja, we gaan zo het hoekje om. En dan... Komt het helemaal goed. Ik zie daar volgens mij de scheidingston liggen. Ja. Dus ik hier verderop. En bij nacht op radar, of ook overdag op radar. Ja. Af en toe heeft hij van die
uitstralingen. Oh ja, dat is zo'n, hoe noem je dat? Rakelboei of zoiets. Dat kun je maar herkennen, dan zie je van die streepjes. Als je nou één stukje verder gaat, Johan, dan ga je bakboord uit om die plaat heen. Ja. En daar liggen zeehondjes. Klopt. Dan kan je zeehondjes spotten. Ja, bij het goed tij, hè? Ja, maar ze zijn overal liggen ze wel, hoor, die zeehondjes. Maar daar, dat is een van mijn favoriete platen, ja. Klopt. Dus, ik ben bijna bij de scheidingstom. En dan even eromheen kachelen. Hier zie je het ook op beeld. En dan hier met de raadhuis. Nou, hier zijn we bij de ton, de scheidingston. Ja, in het donker is dat een snel knippertje. Oh. Kun je hem ook al herkennen. Oh, een snel knippertje. Ja. Dus dan kun je jaren laten knippen. Ja. Dus ik ben er niet zo vaak langs gevaren. Dat bedoel je toch? Nou, we zitten hier bij de ton. Er zit nog een noveno voor ons. En dan gaan we de ton alleen maar volgen. Hier moet je dus niet buiten de tonnen zitten. Nee, hier moet je niet buiten de tonnen zitten, Johan, want dat gaat niet goed komen. Dan gaan we mosselen eraan. Trouwens, heel Zeeland kun je beter binnen de tonnen blijven. In principe wel. Want je weet nooit hoe het taai is en you never know. Nou, hier komen we de Deadman Tank tegen. Deadman Tank 140. Ja. Nou, onze collega moet aan boord komen, die komt vanaf Schiphol. Ja, 1 uur 44 minuten. Dat zou wel lang bij ons willen, maar we gaan wachten, dat doen we niet, toch? Nee, maar wachten niet, ja, we gaan alleen maar door. Dan moet ik in een vliegtuig komen. Ja. Ik ga eerst even bellen met Vesta, of zij weten al waar ik dat doe, naar de schoenhaven of naar de. Was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dip down, blow me, bully boys, blow. Soon may the weatherman come. Ja, wel, heb het weer overgenomen van mij. Ja, en, zo maar ook wel zo. Hoor. Ja, ja, dat is wel makkelijk, hè? Ja, ik wil wel even douchen en zo. Een beetje opmaken. Zo makkelijk je werkgever allemaal te doen, hè? Nou ja, goed. Nee hoor. Maar wij hebben het altijd wel gezellig, hè, samen, Johan. Ja hoor. Ja, schrikker. Wij zijn nou 30 jaar vrienden of zo? Oh ja, een hele tijd. Ja, jij was 18 of zo? Nee. Jij bent 28. Toen jij op de Gibraltar of op de Angel of op de. Zo, hoe? De Energie 12. Op de Energie 12 was je 28? Ja. Oh. Ja, ik heb eerst 10 jaar heb ik wat anders gedaan. Toen ben ik uiteindelijk toch weer besloten om te gaan varen. Oh. En dat is toen pas met mijn 27, 28 of zo geweest. Oh. Dat is 1997, 1998 geweest. Ja. Dus zodoende. Maar sindsdien ken ik je wel weer. Ja. Nou ja, we gaan het kanaal in. Ja. We draaien zo naar binnen. En dan krijgen we sluis Hans Weert. Dit is kanaal door. Welk kanaal? Zuid-Beveland. Zuid-Beveland, hè? Ja. Ja. Ik ben wel opgeleid op school. Nou ja. Heb jij dat nooit, Johan, als je de weg kwijt bent? Dat denk ik, waar ben ik nou eigenlijk? Zo met vader niet. Want, maar met de oudere soms wel. Ik denk, ik ben een keer naar Mainz. Nee, Mannheim gereden, maar het schijnt er twee te zijn. Eentje met één en eentje met twee. En het ligt heel ver uit elkaar. Nou, ik heb net een nieuwe TomTom gekocht. Oh. Zag toch verkeerd, hè? Had je 400 kilometer verkeerd? Zoiets. Moet wel een stukje rijden. Nee, laten we maar even 4 kilometer omvaren. Het is weer begonnen met regenen. Daar worden we niet blij van. En we gaan het kanaal in. She had not been 2 weeks from shore, and down on her arrival board, the captain called.
weapons for him, take that whale in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tarry is done, take our leave and go. Da 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 da. Oh, we zijn bij sluis Hans Weert. We gaan de sluis in. Kanaaltje 22. Dan kunnen we er gelijk in. Ja! Leuk joh. Een fan van ons. Nee! Ja, doe ik. Mooie boot hoor. Ja, mooie boot. Ja, het is een beetje. Leuk hoor. De Margje. Wat leuk. Komen we zelfs hier fans tegen. Helemaal geweldig. Nou, we gaan de sluis in. De sluis staat open. Het licht is groen. Er liggen voor ons al een paar schepen. En dan komen we op de Westerschelde. En dan gaan we daar stuurboord uit. Dan gaan we de Evenring op. Nou, plek zat. Beetje tegenlicht in. Alvast. Ja, die mensen zijn fan van ons, joh. Ja. Die stonden te zwaaien. Ja, ik zag het. Ja. Ja. Hij zei je groetjes aan Johan. Oh, leuk joh. Leuk. Nee, dat zei hij niet. Groetjes aan Diana, zei hij. Ja, ja, jammer weer. Ja. Ja, maar ik vind dat prima. Ik heb niet zo bekend. Dus nee, dat ben je al. Ja. Dat maak ik meer. Nou, zat hij vast? Ja, staat vast. Nou, ik zou zeggen, goede reis. Doeg. Nou, Johan gaat de sluis weer uit. Ja. En dan zei ik net al even, stuurboord uit en dan gaan we over de Everingen. Eerst mail van Everingen. En dan Sloehaven? Sloehaven gingen we. Sloehaven, ja. Oké. Okay. Nou. Meestal gaan we naar de buitenhaven daar, maar we gaan nu naar de Sloehaven. Sloehaven. Nou, een beetje tegen de zon in. Nou, we gaan de sluis weer uit. Unknown calls my name. If we don't find our own, we'll be here forever. Don't want a life that's empty when I've got the world to gain. Let's run towards the sun, we've nothing left to lose. Adventure might be scary, but my heart is wearing thin.